Dames en heren, de organisatie heet u van harte welkom op deze unieke hypnose-show. Uw hypnotiseur Christophe neemt u mee naar een wereld waar fantasie werkelijkheid wordt. Laat u meevoeren naar een nog mogelijk voor u nog ongekende wereld. Een wereld waarin popsterren hun entree zullen maken, piraten mogelijk de kamer binnenkomen en het wel eens zeer leuk kan worden wanneer mensen plots vloeiend Chinees kunnen spreken. De eerste 15 minuten van de show zijn het belangrijkst voor het welslagen van een prachtige belevenis. Mag ik u dan alvast vriendelijk bedanken om uw gsm terug aan te zetten na de show en na het welkomstwoordje van Christophe op zijn teken volledige stilte te vragen. Uw verstand zal weigeren te geloven wat je vanavond met je eigen ogen zal zien. Mag ik dan ook een daverend applaus voor uw hypnotiseur, Christophe? Ja. Vanavond neem ik jullie mee naar een wereld die voor velen nog ongekend is. Een wereld waarin fantasie werkelijkheid wordt. Een wereld die mijn wereld heet. De wereld van hypnose. Is het mogelijk dat door het aanpraten van bepaalde dingen je mindset helemaal verandert? Zoals ik vanavond bewezen. Ik neem u vanavond daarom ook met heel veel plezier mee. In mijn wereld, mijn fantasiewereld. Er zijn enkele voorwaarden. Als je straks beslist om hier voor te komen staan, laat je alles los. Alles los. Ik zal de zaal in twee delen splitsen. De mensen die hier zitten, beleven ongetwijfeld vanavond een fantastische avond. De mensen die hier op deze stoelen komen te zitten, die hebben de dag van hun leven. Ik veronderstel ook dat hier vanavond mensen zijn die graag willen stoppen met roken. Ja? Gewoon iemand? Ja. Zijn er mensen die graag willen afvallen? Afvallen, een paar kilo's afvallen. Of zijn er mensen die gewoon hopen na vandaag een betere concentratie te hebben? Deze drie cadeaus zal ik vandaag weggeven. Mag ik daarom nu de mensen die bereid zijn helemaal mee te werken, die willen stoppen met roken, vermagen of concentratie willen verbeteren, langzaam van voren te vragen. Aan de diepe. Fantastisch en prima. Diepe. En dat alles los. Alles los. Armels, vogels. Hierboven zie je een heel mooie bal. Concentreer je op die bal. Concentreer je op die bal. Adem diep in. En uit. Diep in. En uit. Je voelt hoe alles blauwer wordt. Alles wordt blauwer. En je voelt die oogleden ondersnappen worden. Heel erg goed. Jullie doen het fantastisch. Geen enkel geluid krijgt jullie nu nog wachten. Jullie zijn volledig onder hypnose. Ga dieper en dieper ontspannen. Dieper en dieper ontspannen. Laat alles los. Alles los. Wanneer ik je straks in je ogen laat, doe je je ogen open. En kijk je naar de grappigste film die je ooit zag. En iedere keer wanneer ik het woord tomaat zeg, ga je nog harder en harder lachen. Iedere keer als je het woord tomaat zegt, ga jij nog harder lachen.
We zijn opnieuw in de bioscoop. En we kijken nu naar de meest grappige film die je ooit zag. De meest grappige film die je ooit zag. Wanneer ik je ogen plaats, doe je je ogen open. En kijk je naar de meest grappige film die je ooit zag. Naar de meest grappige film die je ooit zag. Ooit zag. En iedere keer wanneer ik het woord tomaat gebruik, ga je nog harder en harder lachen. Ditmaal een seksfilm en je beste vrienden doen erin mee. Je beste vrienden doen erin mee. Heel erg goed. En je ziet je beste vrienden. En je ziet hoe ze stoeien met elkaar. Je ziet hoe ze stoeien met elkaar. Je beste vrienden en een echte pornofilm. Wat een pornofilm. Was je wat? Je beste vrienden. Ja, je beste vrienden. Kom mee. Je beste vrienden. Ja, goed. Ja, goed. Wat vind je ervan? Een raar, joh. Een beetje vies, hè? Je beste vrienden zitten in mijn bord. Dieper en dieper, dieper en dieper, dieper los, dieper en dieper, dieper en dieper, dieper en dieper. De persoon die ik nu aanraak, de persoon die ik nu aanraak, de persoon die ik nu aanraak, weet zijn eigen naam niet meer. Wanneer ik jou uit hypnose haal, weet jij jouw eigen naam niet meer. Jij weet namelijk jouw eigen naam niet meer. De persoon die ik nu aanraak, de persoon die ik nu aanraak. Wanneer ik in je ogen blaas, doe jij je ogen open. Wanneer ik in mijn vingers knip, sluit je ogen, dan ga je nog twee maal zo diep onder hypnose. En je weet je eigen naam niet meer. Je weet je eigen naam niet meer. Je weet je eigen naam niet meer. Dames en heren, een applausje voor onze kandidaat 50. Fantastisch, hè? Prima. Ja, dit is onze kandidaat voor de vraag van 1 miljoen. 1 miljoen euro. Jij kan 1 miljoen euro winnen. Als je de volgende vraag weet te beantwoorden. 1 miljoen euro. Jij wint 1 miljoen euro. De vraag van vandaag is, concentreer je goed. Wat de vraag van 1 miljoen is. Wat is jouw naam? Kom op, voor 1 miljoen euro! 1 miljoen euro! Zo. Trompet. Trompet. Yeah.
ons van die burger, die van ons. De persoon die ik nu in de ogen heb. De persoon die ik nu in de ogen heb. De persoon die ik nu in de ogen laat, dus zijn ogen open en beseft dat hij hier in deze zaal zit. Maar een zaal vol naakte mensen. Een zaal vol naakte mensen. De persoon die ik in de ogen laat, dus zijn ogen open en beseft gij ook niet dat hij hier in de zaal zit. Maar een zaal vol naakte mensen. Wat is het? Wat is het? Als ik je ogen laat, zie je allemaal naakte mensen. Als ik je ogen laat, zie je allemaal naakte mensen. Je ziet allemaal naakte mensen. Alleen van voor de man, toen voor de zon. Heel erg goed, heel erg goed. En die man, die man. De ene zegt mij eigenlijk. Die man, die man. Wanneer ik jullie in de ogen plaats, wanneer ik jullie in de ogen plaats, doen jullie jullie ogen open. Je doet je ogen open. Je bent een danser in Lord of the Dance. Wanneer ik je ogen blaas, doe jij je ogen open en ben je een danser uit Lord of the Dead. Wanneer ik je ogen blaas, wanneer ik je ogen blaas, ben jij een danser van Lord of the Dead. Lord of the Dead. Hij danst het Ierse volksdans. Je bent namelijk een danser uit Lord of the Dance. En je gaat zwaaien met je armen. Heel droomde je van. Een luchtige gevoel. Fantastisch. Fantastisch en prima. Fantastisch en prima. En je voelt hoe die vloer steeds warmer en wordt gevoerd. Het podium wordt warmer en warmer.